Dat was heel leuk om te doen. Wat het maar geeft is... Dit kastje, dat nieuwe kastje van mij, past net niet onder mijn bureau. Hier zit ook nog de constructie. Ik ga deze wieltjes eraf halen. Ik denk dat ik dan net genoeg heb om hem er wel onder te kunnen schuiven. Hi. Slide with me if you feel like 550 on the 5-stick, you can get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5-stick, you can get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? Ook nog helpt is als die hoekjes dan weer omhoog gaan. Takje weg naar de uiteindes. Klein beetje omhoog. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. My body just feels like I'm hungover and a train ran over me and sore, you know? Was blind, but now it's really nice to be home with you. I see. And it's really nice to be home with you as well, my pretty little pterodactyl. Wow, wow, wow. Ik ga even de kerstbal in de boom hangen, jongens. Het is nu 7:15 en Richie is dan thuis. Nou, dan moet er gekookt worden. Dan ben ik haar meestal aan het voeden. Ik geef 's ochtends en 's avonds borstvoeding. Ik weet niet precies hoeveel milliliter ze daar dan aan overhoudt. Maar ja, wij denken dus met, al is het maar 50 milliliter, dat het alsnog bepaalde voedingsstoffen bevat. Ik dacht, oh, we gaan gezellig de kerstboom samen in optuigen. Maar dat, daar is gewoon de hele tijd geen tijd voor. Ik ga die kerstboom optuigen en hij gaat kopen. I told you I dropped one of the Christmas things. Yeah. This one. Yeah, I thought so. The other one. Should happen to that. The main thing, you were okay. Yeah. I don't want to drop another one. That's more why I say it. Yeah. I'm not the best person out of us to do this. T'was grace that taught my heart to fear and grace. Oh, gosh. My fears relieved. Oh. How precious did that grace appear.
think I see the perfect place for it. I love Nigel. Yeah, she is wel really pretty, hè? Yeah, beautiful. Kijk, je ziet nog steeds echt niks, maar aan elke tak hangt iets. And you don't see it on camera, it just looks like an empty tree. Sydney slaapt nog. Die was vannacht opeens helemaal wild. Die had zich uit haar wrap geborsteld. Dus die werd wakker, denk ik, van zichzelf. Maar toen hebben we haar wel gevoed. Maar nu slaapt ze dus nog. Het is 10:30. Oh. Ik heb even zitten editen. De vlogs zijn al bijna af. Dus dat is wel heel lekker hieraan. Dat ik even een voorsprong kan maken. En ik laat even mijn belly update zien. Want daar vroegen mensen naar van, hoe is het nu met je buik? Ja, ik had echt zoiets, oh ja. In het begin ging het heel hard terug. Dus ik had een hele bolle buik natuurlijk. En dan binnen een paar dagen had ik zoiets. Hè? Hoe kan dit? En sindsdien is het eigenlijk ongeveer hetzelfde nog. Dikker en meer vet dan wat ik normaal had. Maar goed. Het is niet alleen vet. Het is ook nog dat ik voel van, oh, er zijn geen buikspieren. Sydney is nu 3,5 maand. Ik denk dat het grootste gedeelte nu te maken heeft met kracht. Ik fiets nu niet meer, ik sport niet natuurlijk, dus ik voel me niet sterk. Dus ja, die buik ziet er ook nog niet helemaal uit zoals ik natuurlijk het liefst zou willen, maar daar ben ik dus helemaal niet mee bezig. Eerst was ik helemaal bezig met hoe kom ik van alle pijn af, want ik was aan het herstellen en dat deed allemaal heel veel pijn. En nu ben ik vooral bezig met hoe kan ik zorgen dat ik hier langer dan een uur aan ingesloten achter de laptop kan zitten. Want ik heb nog heel erg last van mijn staartbotje. En dat ik gewoon heel slap ben. Dus, maar ik heb geen haast hoor. Ik doe het rustig aan. Ik bouw het rustig op. Als die buik weer helemaal bij elkaar is, die twee spieren, dan kan ik ook weer wat oefeningen gaan doen. Dus daar heb ik zin in. Maar ik heb daar geen haast mee. Echt op mijn hart gedrukt dat ik rustig aan moet doen. Even een setting hier aan het bouwen, want ik heb leuk nieuws. Ik kom op RTL Boulevard. Ze belde gisteren van, hey, lijkt het je leuk om iets te vertellen over goede cadeauscoren. Ik denk dat zij mijn artikel van bol.com hebben gezien. En dat ze iets hadden, oh, nou, we doen er een item over. Ik heb een voorbereiding gedaan. En het is dan een Zoom gesprek wat zij opnemen en vervolgens vanavond in de uitzending laten zien. Dus ik had die oorbellen. Ik had deze gekocht, toch? Al te kerstig misschien. Ik vind deze altijd, doe me altijd denken aan Vivian Westwood op een of andere manier. Kerstballen. Wel thematisch. Nou ja, ik heb er natuurlijk laatst over nagedacht voor een bepaalde samenwerking die ik had. Maar nu door dit nog verder gaan nadenken. En ik heb daar wel wat tips voor. Dus doen is zoveel mogelijk in de camera kijken. Ja. Want meestal kijken mensen toch wel naar mij. Maar het is handig om een beetje de kijker aan te spreken. Ja. En als je een klein beetje mijn vraag wil herhalen in je antwoord, dan... Ja. Dat was heel leuk om te doen. En ik moet nu met Sydney naar de GGD voor haar eerste inenting. Ik vind het hartverscheurend. Het idee dat ik haar dat ga aandoen. Maar ik had naar mijn moeder aan de lijn. Die zei ook, ja, het hoort erbij. Tjus. Richie heeft afscheid op zijn werk. Dus we gaan daar pizza eten en een biertje drinken. En ik ga ook pizza eten. Maar wij deden vroeger thuis altijd zelf pizza's maken. Even zo, anders krijg ik meteen weer die politie over me heen. Wacht even, ik moet met werk aan het appen. Wij maakten dus vroeger thuis zelf pizza's. Dus helemaal from scratch. En een van de lekkerste dingen daarop was altijd monchou. Dus ik heb deze nu kanten klaar gekocht, maar dan doe ik toch die blokjes er nog even op. Oké, alright. Ik zit helemaal klaar voor RTL Boulevard. En hier ligt mijn lieve kleine schatje.
die zich helemaal niet zo lekker voelt. Ja. Oh. Die pizzaatje hier opeten. En naar mezelf kijken op tv. Deze corona kerst is, hoe persoonlijker, hoe beter. Wat iedereen elkaar altijd maar geeft, is te goed bonnen voor bepaalde winkels. Eigenlijk krijg ik er gewoon een kick van om iets te geven wat iemand niet verwacht. En misschien een klein beetje over het randje, maar dat ze wel dat surprise effect hebben. Okay, alright.